to the game. Test. Test, test. Ja, hij doet het, hij doet het, hij doet het. Super, super. Goed, FIFA 18, net de nieuwe update geïnstalleerd, gisteren niet aan toegekomen, maar vandaag wel gelukkig. Het WK, de World Cup. Ja, geweldig natuurlijk, helaas doet Nederland niet mee. Misschien maar beter ook, bespaart ons een hele afgang, denk ik. Wel andere mooie landen, leuke landen natuurlijk, dus we gaan eens even kijken wat deze World Cup update ons nou allemaal te bieden heeft. Hallo FIFA fans, nieuwe update. Bevat de volgende FIFA World Cup. En nog wat dingetjes. Super. FIFA. Oh, de muziek staat nog aan. Dat is niet zo mooi. Het eigenlijk uit, denk ik. Heel beter voor de rechten en zo van muziek. Ze krijgen dan gezeur weer. Maar wel een leuke intro dit. Alles stond uit, maar ging gewoon vanzelf afspelen. Is dit een nieuwe toegevoegde? Ik ken hem eigenlijk niet. Van Jason Derulo. Nieuw denk ik, of niet? FIFA World Cup, Ultimate Team, gewoon aftrap, online toernooi, online vriendschap. Oh wacht, hier was nog een minuutje. Wacht even. Wat staat hier? Oh, aangepast. Kunnen we Nederland aan toevoegen zeker? Rusland vervangen, Oostenrijk. Ja, hier staan we, Nederland. We kunnen ook gewoon meedoen. Geweldig. Maar nee, dat gaan we niet doen. We spelen gewoon, ja, welk team? Ze zijn lastig, lastig. Ik ben voor de Ajax-Ide dit jaar. Ook een klein beetje voor België en ik vind Duitsland ook gewoon goed. Vind ik leuk om naar te kijken. Maar ja. Even kijken, Egypte, daar heb ik me ook wel met Mohamed Salah natuurlijk. Uruguay met altijd Ajax-Ide Suarez. Marokko met Ziyech en nog wat Eredivisie spelers. Iran met Jahan Baks van AZ, dat is ook leuk. Frankrijk natuurlijk, ook een goed land. Denemarken met veel oud-Ajaxide vooral. Veel, dat valt wel mee denk ik, gewoon met Ajaxide. Met Eriksen en Schöne, Dolberg, Jurgensen van Feyenoord. Boyle zit er geloof ik ook weer bij. Argentinië met Messi natuurlijk, Portugal met Ronaldo trouwens. En Tagliafico, onze linksback, IJsland, verrassend. Eerste WK zie ik nu. Dat is wel interessant, is leuk. Kroatië, Polen, België, Duitsland, Brazilië is ook leuk. Ook het eerste WK voor Panama. Goede kwalificatie gehad, geloof ik. Ik heb het niet helemaal opgevolgd, maar het is wel netjes gedaan. Dus ja, welk team gaan we zijn? Dat is lastig.